Beste donateurs, familieleden, adverteerders, samenwerkende erfgoedorganisaties in het platform Cultureel Erfgoed Almelo en andere belangstellenden. Bij het voorbereiden van deze toespraak gingen mijn gedachten op de eerste plaats uit naar de vele gevolgen van het coronavirus in Nederland en daarbuiten in het afgelopen jaar. Het optimisme waarmee we in 2020 van start gingen met vele activiteiten die ook in het teken stonden van de viering van de bevrijding van Almelo op 4 en 5 april 1945, werden in maart bijna in één klap de grond ingeboord. En de gevolgen voor gezondheid, economie en het sociaal welbevinden van mensen zijn groot geweest. En we hebben het er allemaal op één of meerdere manieren mee van doen gehad. En tot op de dag van vandaag leeft het coronavirus voort. Wel zijn er nu in het begin van 2021 tekenen van herstel, is er zicht op herstel. En laten we hopen dat in de loop van het jaar het virus door de vaccins onder controle gaat komen en we weer verder kunnen gaan met ons leven. Waarbij wel duidelijk zal zijn dat er veranderingen gaan komen als het gaat over de beschikbare IC-capaciteit in ziekenhuizen, de organisatie van verpleeghuizen, de inrichting van de crisis- en rampenopzet en ook samenwerking tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van het virus. Als historische kring hebben we de afgelopen maanden geprobeerd binnen de regelgeving en maatregelen bestaande en nieuwe activiteiten voortgang te laten vinden. En dat is met betrekking tot enkele lezingen ook gelukt. Maar er moesten ook een aantal activiteiten en acties worden doorgeschoven naar 2021. Wat wel gelukt is, is dat de redactie van ons blad Stad en Ambt een viertal mooie uitgaven heeft kunnen presenteren die meer dan de moeite waard waren om te lezen. En ook de vrijwilligers van het HIP, het Historisch Informatiepunt, hebben zich binnen de mogelijkheden ingezet om de kwaliteit en de bereikbaarheid van dit HIP verder te verbeteren. Wij blijven als bestuur, redactie en alle betrokken vrijwilligers in dit jaar 2021 doorgaan. En dat kunt u ook allemaal vinden op onze website wat er gebeurt. En dat is de website www.historischekringalmelo.nl. Zichtbaarheid van onze kring is een belangrijke leidraad bij ons handelen. En gelukkig is daar ondanks corona ook in 2020 voortgang geboekt. Ik noem de deelname aan het platform Cultureel Erfgoed Almelo, de commissie Open Monumentendagen, die hopelijk in 2021 wel tot een project zou kunnen komen, het project Stadspoorten, de nieuwe geschiedenisquiz en ook belangrijk een update van onze website. En ook last but not least het meedoen aan de subsidiekortingen, aan de protesten daartegen, in het bijzonder van het Stadsmuseum. En u heeft kunnen lezen ook deze dagen in de krant dat dat einde daarvan nog niet in zicht is. Ook dit jaar zullen we ons best moeten blijven doen om onze doelstellingen goed te blijven uitdragen. Het belang van erfgoed voor de stad wordt alleen maar groter. Het levert een bijdrage aan het verblijfsklimaat, met name in de binnenstad. En dat is ook belangrijk als het gaat om het trekken van meer bezoekers naar de stad. Dus meer toeristen. En daarmee ook meer impulsen voor winkeliers in de stad. Een punt van geheel andere orde, waarbij ik nog kort wil stilstaan, is het overlijden van Ineke Tjerita Horst op 21 september van het afgelopen jaar. En nogmaals, zij was een betrokken en enthousiast en altijd aanwezig bestuurslid. En samen met Henk Seigers vormden zij tot en met 2019 het duo Thomas Vaar en Pieter Nel. En wij zijn blij, het bestuur is blij, de donateurs zijn blij dat zij ervoor gezorgd heeft dat Sandrien van der Woudenberg en Marnix van Kooi bereid zijn deze traditie te willen voortzetten, daarin te gaan stappen op hun manier. En ook heeft Wim van der Els gelukkig toegezegd als tekstschrijver daarbij een belangrijke rol te willen blijven vervullen. U als donateurs blijft superbelangrijk voor het voortbestaan van de kring en ik roep u op ons te blijven steunen. Uiteraard financieel, maar nog wel meer belangrijk in het uitdragen van het belang van het erfgoed en het stimuleren van de jongere generatie als het gaat over de betekenis daarvan. Ik reken op u. Ik sluit af met de wens u allen in dit jaar veel gezondheid toe te wensen, dat het u goed mag gaan. En hopelijk dat we volgend jaar weer de jaarlijkse kuieravond kunnen laten plaatsvinden op de manier zoals we dat gewend zijn. Ik dank u wel. Het is het jaar 1638, 3 januari om precies te zijn. We zijn in Amsterdam, want daar is het feest. Wat is er aan de hand? De nieuwe Schouwburg aan de Keizersgracht wordt feestelijk en officieel geopend. Aan de beroemdste schrijver van dat moment, Joost van der Vondel, is gevraagd om speciaal voor deze gelegenheid een toneelstuk te schrijven.
Het werd de Gijsbrecht van Aemstel. Eeuwenlang, tot 1968, is de traditie gebleven om dit drama met kerst of met nieuwjaar op te voeren. Het stuk gaat over de ondergang van Amsterdam in de kerstnacht rond 1300. En was geschreven in de vorm van een Grieks drama. Heel complex en erg zwaar. En om de bezoekers nou niet al te somber naar huis te laten gaan na dit dramatische toneelstuk, werd de stemming verhoogd met de opvoering van een klucht. Een dijenkletsen zou je kunnen zeggen, waar de mensen hartelijk om konden lachen. Vanaf 1707 vertoonde men als naspel het vrolijke De bruiloft van Chloris en Roosje. Dat eindigde met een uitgesproken nieuwjaarswens door de ouders van de bruidegom, waarin de actuele gebeurtenissen van het afgelopen jaar in Amsterdam van satirisch commentaar werd voorzien. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is de voorloper van onze huidige oudejaarsconferentie. De ouders van de bruidegom, een oude boer en boerin, werden genoemd naar de acteurs die hun rollen vertolkten. Thomas van Malsem en Petronella Vlieg. En al snel werd de conferentie bekend als Thomas Vaar en Pieter Nel. En Vaar zat dan voor vader. Thomas was de vader van de bruidegom. Zo'n 300 jaar is het traditie geweest om deze tweespraak met nieuwjaar op te voeren in Amsterdam. Maar toen hieraan een einde kwam, heeft Almelo zijn kans schoon gezien om zijn grootsheid te tonen als Amsterdam van het Oosten. Eerst werd in 1983 een succesvolle uitvoering van de Gijsbrecht georganiseerd met 80 amateurs uit de regio in wat toen nog heette het Cultureel Centrum De Hagen. En dit is het programmaboekje nog uit die tijd. Later besloot de historische kring Stad en Ambt Almelo de traditie van Thomas Vaar en Pieter Nel voor te zetten bij zijn kuieravond. Dat is de nieuwjaarsbijeenkomst begin januari. Wim van der Elst is al sinds jaar en dag de vaste tekstschrijver. Na meer dan 10 jaar Henk Zijgers en Ineke Thierry in de rollen van Thomas Vaar en Pieter Nel is het, na het overlijden helaas van Ineke afgelopen najaar, nu tijd voor een nieuwe generatie die Ineke zelf heeft aangewezen. En wie, oh wie, kruipen in de huid van deze historische personages? Goh, het is ineens wel heel veel stiller. De zaal is leeg en het buffet is dicht. Ja, en wij tweeën een stuk priller. Dat zie je zo aan ons gezicht. Gait en Willem zeiden vorig jaar, we doen het voor 1 keertje maar. En Gait stopt ook met Centrum Almelo Actief. Die vind je straks alleen nog terug in het HIP-archief. Dus wij zijn nu, dat begrijpt u wel, de nieuwe Thomas Vaar en Pieter Nel. Maar waar zijn alle mensen heen? De zaal is leeg, ik zie er geen. Tja kind, het is coronatijd. En dat betekent, tot mijn grote spijt, dat niemand meer zijn huis uitkomt. Hoewel menig een dat nog vertikt. Gelukkig staat de techniek voor niets. Wij doen ons samenspraakje nu met tweet. Hoe vaak moet ik jou nog uit gaan leggen? Met Twitter kun je maar heel weinig zeggen. Ach, als je maar genoeg choqueert. Dat heb ik wel van Trump geleerd. Ho ho, wij houden het wel netjes. Ik gun iedereen zijn pretjes. Waar praten we over Almelo? Want tegenwoordig heten wij kennelijk zo. Maar voor we hier kennelijk op los gaan, wil ik eerst een klein momentje stilstaan bij het afscheid van onze eerste Pieter Nel. Ineke Thierry, die met haar spel ons ieder jaar liet schateren. Ik hoor nog die lach altijd klateren. Ineke, lieve schat, bedankt hoor meid. De club en wij hadden met jou een heel fijne tijd. Wennen doet het niet, maar voor jou gaan we door, zoals je ziet. Nou, dat moest ons even van het hart. Maar nu gaan wij volop van start. Coronatijd brengt ons een nieuwe flair. Iedereen wordt zo een televisiester. Zo kunt u thuis van ons genieten. Hoe wij Almelo beschieten. Maar na het schieten komt het bouwen. Dus zal het ons niet berouwen als Zwolle eens wat mee zou werken om de bouwmarkt hier wat te versterken. Joh, Thomas Vaar, dat is best een goed idee.
Ga maar ja, ja, jippie, jippie. Nooi, de eerste kat die is eruit. Jij zong niet slecht, je gaat vooruit. Maar ik heb geen zangles meer, dat is te duur. Er wordt bezuinigd op cultuur. De Biep die moest al bijna sluiten, tot Den Haag ze terug kon fluiten. Maar de bezuiniging gaat door. Ze krijgen er wel wat jaren voor. Alles wordt in Amlelo maar schraler. Voor mij mag het best wat socialer. En ook het museum krijgt het voor de kiezen. Wat zullen we daarmee gaan verliezen? Zo doen we het verleden dicht. Maar het college zegt, dat is onze plicht. Heus, we zijn niet van die krenten, maar het ontbreekt ons aan de centen. En de raad met zijn 15 partijen laat het daarom maar betijen. Het dienstencentrum in de Riet, blijft het open? Denk het niet. Echt, dat gaat ons nog eens wreken, door zomaar alles af te breken. Dat toch zomaar voort kan duren. Het zijn geen fracties, maar fracturen. Las valt hiermee van zijn voetstuk. Maakt zich voor de stad al even druk, net als elke andere partij, liberaal, groen of vrij. Het maakt niet uit, zal ik u vertellen. Het komt altijd neer op centen tellen. Het was voor Las wel heel beroerd. De hele fractie door corona gevloerd. Zouden ze daarom zo raar zijn gaan doen? De visie verruild voor een koortsvisioen? De VVD zit op een beter spoor. Twee vrouwen breken landelijk door. Yvonne en Edith naar Den Haag. Verdient de steun van hoog tot laag. En Amlelo heeft nog meer goede dingen. Laten we die dan ook bezingen. De ontwikkeling van het park De Hagen. Daar zul je niemand over horen klagen. Kinderen spelen er duurzaam en vrij. Ja, zelfs de omwonenden zijn blij. En ook het water midden in de stad. Het kost te duur, maar dan heb je ook wat. En die ijsvogels met hun kleuren hebben alles op doen fleuren. Nou, dat water is als het paard van Troje. Moesten ze daar al de centen in gooien? Nou, Thomas Vaar, het ging net zo fijn. En nou kom jij weer met je azijn. Die eendeboontjes, dat was toch mijn schokken. Goed dat die zo snel vertrokken. Maar de praam die is hier wel gebleven. Daar wil ik me wel aan boord begeven. Varen wij samen door de stad. De Amlelo Cruise, dat lijkt mij wel wat. Zeg, zullen we nu stoppen met die grap? Dat kreupelrijm voor op die lap die het virus moet verhinderen, je gezondheid te verminderen. Dat is goed. We zeggen nu weer Amlelo. Dat is aflabetisch beter zo. Straks vieren wij de wedergeboorte van twee Almeloze stadspoorten. Ja, dat heb ik ook gehoord. Eén voor Zuid en één voor Noord. Ja, iedereen vindt het een goed idee. Zelfs de gemeente die werkt mee. Het inspireerde Harry tot een gedicht. Dat is poëtisch wel een zwaargewicht. Het rijm pas op de laatste woorden. Hij vermeed expres alle akkoorden. Maar de boodschap zat in de laatste zin. Boeven komen er niet meer in. En als ze komen, ook geen nood, we zetten gewoon het licht op rood. Ons blad werd 5 keer uitgegeven, want er valt hier heel veel te beleven. 3/4 eeuw geleden bevrijd. Mensen, kinderen, waar blijft de tijd? Alleen de viering ging niet door. Corona stak daar een stokje voor. Geen herdenking bij de Vriezenbrug. Excursies rapten we ook al vlug. En lezingen even min normaal, maar 30 mensen in een zaal. Weet je wat ik nog het meeste mis? De geschrapte Almeloze geschiedenisquiz. En toch hadden we ook nog een primeur. Ons bestuur vergaderde zonder gezeur. Dat verrast u allemaal? Nou, ze gingen digitaal. Lieve mensen, wat een tijd. Nergens meer gezelligheid, de straten stil en de scholen dicht. Zag u vandaag een blij gezicht? Kom op zeg, is dat werkelijk alles? We zaten wel eens erger in de dalles. We hebben voedsel en de wifi, waardoor ik de kinderen redelijk vaak zie. Dat is waar, zolang we maar gezond zijn. Zonder koorts en zonder pijn. Blijven wij vol goede moed tot corona is uitgewoed. Straks mogen wij opnieuw naar buiten. Horen we dan vogels fluiten? Samen op het terras in de binnenstad. We hebben aan horeca keuze zat. Maar op het wetshuisterras zie je mij niet zitten. Die overkapping is toch niet des Almeloos? Nou, ze hebben anders de lekkerste cappuccino's. En je zult zien, na een tijdje staat Heracles weer in het linker rijtje. Die club die toont toch geen enkele pit. Misschien toch heimwee naar Jan Smit? Maar straks is het weer zingen. Zijn we weer blij. Want de lockdown is voorbij. En dan gaan we zonder dralen samen bij de GGD een prikje halen. Hiermee haalden we alles uit de kast. En tenslotte was veel afgelast. Dus aan het begin is onze wens dan maar
Wij wensen u een voorspoediger en normaal nieuwjaar.